Voor een dichte deur, jouw keukendeur. Ja, en dat doet me denken aan een liedje. Welk liedje? Doors opening, doors closing, doors I'm opening, doors I'm closing, all is safe, there's only change. All is safe, there's only change. We hebben afgesproken om het over de dood te hebben. Ja, hoe komen we erop? Hoe komen we erop? We hebben het de hele dag bijna over gehad. Over allerlei aspecten van doodgaan en de dood. Ja. Is de dood nou een dichte deur of is het alleen een verandering? Wat denk jij? Ja, het is zelfs de vraag of de dood wel bestaat. Subjectief gezien dan. Subjectief maak je de dood niet mee. Ik heb daar dus over nagedacht. Het is natuurlijk zo, je ziet iemand doodgaan, maar iemand die doodgaat, die is dus vlak voor zijn dood is hij nog levend. En als je dood bent, afgezien of eventjes afhankelijk van of je gelooft dat er dus voor na de dood nog iets is of niet iets is, als je denkt dat er dus na de dood niks meer is, dan maakt die persoon zijn dood niet mee. Want dan ben je dood, dan is er niks meer, dus dan maak je ook die dood niet mee. Als je dan denkt dat er wel wat is. En als er na de dood nog wel wat is, dan bestaat de dood ook niet, want dan ben je niet dood. Dan zie je gewoon ineens dat je lichaam daar ligt, maar jij bent niet dood. Dus subjectief bestaat de dood eigenlijk helemaal niet, zou je vinden. Ja, dat is interessant. Ja. En ook mensen zeggen, dood is zoiets als dat je gaat slapen, daar weet je ook niks van. Maar als je slaapt, kan je weer gaan dromen. Ja. En je kunt ook reizen in je dromen. Dat zei Hamlet ook al, hè? Dat doet hem dus aarzelen om zichzelf een kant te maken. Want hij zegt, for in that sleep of death, what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. Wat voor dromen er dan nog kunnen komen? Ja. Ik heb jou vanmiddag verteld over mensen die na hun dood in mijn dromen komen. Dus raar, hoe kan dat dan weer? Ja. Hele reizen gemaakt met geliefden die over waren gegaan. Heel vreemd eigenlijk. Ja, het blijft een mysterie. We kunnen er alles over denken en van vinden en geloven, maar we weten het gewoon niet. We zullen het zien. Of niet? Niet zo lang geleden vertelde ik een vriendin een droom en die vroeg meteen, was die een kleur? Nou, ik zie een mooie rode roos achter je staan, die hebben een mooi gekleurde kaftan aan. Ik had me nooit afgevraagd of mijn dromen in kleur waren of in zwart-wit. Zij zegt, als je droomt is zwart-wit, maar als je echt aan de reizen bent, dan zijn ze kleur. Ik kan me geen zwart-wit dromen herinneren. Nou, volgens diezelfde vriendin ben je dan altijd astraal aan het reizen s'nachts. Word je wel fit wakker dan s'ochtends? Ja. Mooie reis. Ja, ja. Ik heb al heel lang geen nachtmerries meer. Vroeger wel eens nachtmerries gehad. En ik herinner me dat ik zat toen op de school voor intuïtieontwikkeling. Dat was kort nadat ik terugkwam uit Pune, was bij Osho geweest. En ik had in die tijd had ik dromen waarin ik dus achterna gezeten werd door een soort vuurspuwend monster. En dan werd ik dus badend in het zweet werd ik wakker. En ik vertelde dat een keer tijdens bijeenkomst op die school voor intuïtieontwikkeling, in Utrecht was dat. En toen zei Janneke Schriek, die dat begeleidde, kijk eens of het, als je de volgende keer in je droom je realiseert dat je dus dat droomt, of je je om kunt keren. In plaats van weg te rennen. En nou, inderdaad, een tijdje later had ik dus inderdaad weer diezelfde repeterende droom. Met dat vreselijke monster ergens daar vlak achter me. Dat me ging verscheuren. En ik herinner me dat. En in die droom keer ik me om. En ik zie dus inderdaad een ongelofelijke muil vol met vuur zo voor me. En ik weet nog dat ik stilstond en dat ik zei, niet twee, één. En dat hele ding was weg. Is nooit meer teruggekomen.
Niet 2-1, dat klinkt als een raadsel. Nou, ik heb daar natuurlijk over nagedacht. Wat was dat? Wat zei ik dan? Wat bedoelde ik daar dan mee? En wat ik me realiseerde, was dat ik dus in feite, dat ik refereerde aan de non-dualiteit. Aan de illusie van de dualiteit. Ik en het monster. Op het moment dat ik me realiseerde dat ik en het monster gewoon niet twee zijn, maar één. Twee kanten van dezelfde medaille. Was de projectie teruggenomen, was het weg. Mooi. En ik heb dus inderdaad, in de tijd daarna heb ik mogen beleven dat ik dus ook een vuurspuwend monster in me heb. Als ze dan draakt of zo. Ja. Oh, Janneke schrik, ja. Een van haar mooiste uitspraken ooit, is het even tussendoor dat ze zei. Het is niet altijd goed om een roze hart te hebben. Soms is het heel goed om een groen hart te hebben of een andere kleur. Ja. Hey, met jou kan ik praten. Ja. Ik heb een keer in een performance een klein gedichtje gemaakt over jaloezie. Dat was dus een soort gevarendriehoek met een opgerolde groene slang erin. En het gedichtje wat erbij hoorde was: jaloezie, jij groen venijn, wat heb je me verteerd? Bezitten wou ik, hebben. Houden, denkend dat het liefde was, die doodsangst om alleen te zijn. Dan heb je een groen hart. Al één te zijn. Ja. Ja, ja. Dus ook die beide aspecten van jezelf, het positieve en het negatieve, te omarmen. Te erkennen in eerste instantie en dan te omarmen. Om even terug te komen op die dood. Ik denk dat de dood in feite niet iets is wat alleen maar gebeurt als ons lichaam sterft. Doodgaan is in feite het ultieme loslaten. En in die zin is de dood eigenlijk voortdurend aanwezig. Elke keer als we iets loslaten, als er iets voorbij is, als we een vriend gedag zeggen, als we afscheid nemen, dan laten we iets los. Als we verhuizen, laten we iets los. Als we gaan slapen, laten we iets los. Dus het is voortdurend loslaten en weer opnieuw geboren worden. Zolang je leeft. Zolang je leeft. Ja. Ja. En misschien ook wel als we doodgaan. Dat we dus ook loslaten en opnieuw geboren worden in een andere dimensie. Of maar een volgend lichaam. Of een volgend lichaam. Ja. Bij één ding weten we zeker, we laten het ik met dat lichaam achter, denk ik. Ja, het ik is natuurlijk in feite niet iets. Dat wat wij ik noemen, wat is dat eigenlijk? Iedereen noemt zichzelf ik, dus ja. Zo speciaal is dat ik nou ook weer niet. We kwamen er ook een beetje op het onderwerp dood, omdat je zo'n prachtige muurschildering hebt gemaakt in de kerk. Het is eigenlijk nog steeds een kerk hier op Walwij. Ja, dat is in Janskerk. In Janskerk. Ja, Johannes de Doperkerk in Arnhem. En dat is ingericht tot een memorarium. Daar kunnen mensen urnen neerzetten in hokjes. Ja, het is een samentrekking van memorial en columbarium. Columbarium betekent dus urnenbewaarplaats. En jij hebt daar een hoekje geschilderd van 3x9 rond een deur en een wijwaterbakje. En een van een nisje, hoe heet dat ook weer, zo'n mooi nisje? Ja, en rondom een bronzen beeld. Ook dat, wat op de plek staat waar vroeger het doopvond stond. Van kinderen die spelen, die in een boom klimmen. Spelende kinderen in een boom, die dus halverwege is afgekapt. En dat is dus ook een schildering die hoort bij de urnenkasten die bedoeld zijn voor kinderen die gestorven zijn. Je hebt een keuze gemaakt om de vier seizoenen uit te beelden in die schildering. Ja, dat is natuurlijk ook een symbool van het vergankelijke, hè? Van dat alles verandert, alles verloopt. In de herfst ontbot alles. Ja, het begint ook met in de herfst vallen de bladeren weer van de bomen. En veel mensen gaan ook dood in de herfst, dat het dan makkelijker loslaten is op de een of andere manier. Maar in de winter, als die bomen helemaal kaal zijn, dan zitten dus die knoppen van het voorjaar zitten er alweer aan. Dus het is ook een mooi symbool van leven en dood. Van
van vergankelijkheid en een nieuwe lente. Het is wel heel speciaal om zo lang op zo'n plek te werken, waar je dus voortdurend als het ware herinnerd wordt aan de tijdelijkheid van alles wat materie is. En dat je echt niks mee kunt nemen. Dat je niks mee kunt nemen, of dat nou bezittingen zijn, of roem, of aanzien, of wat dan ook. Maar dat wist je volgens mij al voordat je die schildering ging maken. Ja, ik wist dat al wel, maar het is natuurlijk wel het is wel een leuke reminder als je daar dan zo al die tijd in je eentje, in die stilte, omringd ben door die as. Nou, stof zijt gij en tot stof zult gij weerkeren. Maar tegelijkertijd, ja, het is ook... Ik herinner me dat ik voor het eerst, ik weet niet hoe oud ik was, ik denk een jaar of 12, 13 of zo, toen ik op de middelbare school kwam en mensen zeiden van ja, maar we gaan gewoon allemaal dood. Dat ik meteen zei van, kom je daar nou bij, we gaan helemaal niet dood. Jawel hoor, we gaan allemaal dood. We zijn ook ooit, zijn we er niet geweest en dan zijn we er straks niet meer. Ik zei nou, dat is echt onzin. Ik ben er altijd al geweest. Dat wist ik zo zeker. Ik ben er altijd al geweest, ik zal er ook altijd zijn. Weet je wel nou. Maar dat staat me altijd bij, dat zo een vanzelfsprekend iets was. Ja, maar je zegt wel stof. Maar zijn ook mensen die zeggen, let even op, het is wel sterfstof. Ja, sterfstof. Alles wat op aarde is, komt ergens uit de kosmos vandaan, dus we zijn gewoon sterfstof. Sterfstof, ja. Dat is ook een leuk idee. Ja. Ik vind het wonderlijk, het gewoon hier zomaar in zo'n lichaam komen en dan al die avonturen mee mogen maken. Al die belevenissen. Als je terugkijkt op die belevenissen, is dat dan, is dan steeds wonderlijker of wordt het juist steeds gewoner? Nou, voor mij is het toch vooral de verwondering die groeit. Alsof ik heel veel dingen voor het eerst echt zie. Het heeft denk ik ook te maken met dat ik veel meer dan vroeger hier en nu ben. In het moment. En daardoor ook meer in verbinding met alles wat ik zie. Of jij dat nou bent, of dat glas water, of die bloem. Dus, en als je echt kijkt, dan is alles zo wonderlijk. Alles is wonderlijk. Het is... Als je ziet hoe die hele schepping eruit ziet en hoe dat in elkaar zit en hoe dat met elkaar allemaal draait en verbonden is. Het is gewoon niet te bevatten. En dat was er allemaal al. Ik bedoel, de wetenschap kan niet verder komen dan te proberen uit te zoeken hoe het in elkaar zit. En dan vinden ze zichzelf wel hele knappe koppen, maar het feit blijft bestaan dat het er allemaal al was. Voordat ze het gingen onderzoeken. En het was er dus al zonder computers en zonder telramen en zonder... Het was er gewoon allemaal. En dan heeft zo'n roos zo'n hele ingenieuze vorm. Ja. En dan ga je naar die vogel kijken en dan zie je dat elke klein veertje zijn bedoeling heeft. Ja. En ook, ja, mijn eigen hand, mijn eigen lichaam. Als je kijkt naar al die aderen en als je realiseert hoe dat... lichaam gewoon allemaal vanzelf doet, dat hart maar gewoon blijft pompen en dat die adem gewoon maar doorgaat, ook als je slaapt, dan hoef je niet zelf iets aan te doen, dat gebeurt. Ik heb soms wel eens het gevoel, oh, een prachtige regenboog zie ik nu buiten. Echt? Ja. Kijk eens. Ja, dan moet je eigenlijk even hier komen staan. Het is echt te mooi om even... Oh, heb je die vaak daar? Ja. Wat een schitterende grote regenboog. Ja, precies. Dat is ook weer zo'n wonder. Ja, er is natuurlijk een wetenschappelijke verklaring voor zo'n regenboog. Maar het blijft voor mij een wonder. Het is, ik moet nog een regenboog schilderen in dat schilderij. En ik vind het heel spannend. Het is een hele brede. Het is heel transparant. Ja. Nou, dat soort dingen, dus het hele spectrum, al die kleuren en als je dan naar het firmament kijkt en hoe groot het allemaal is en dat stofje wat wij zijn
Dat we ons toch allemaal het centrum van het heelal wanen, stuk voor stuk. Ik zag vorige week iets van een documentaire, die ging over de eerste ruimtereizen. Die gingen nog van, hoe komen we bij de maan? Toen was er nog geen maanlanding geweest. En toen kwam een van die astronauten dus op het idee om de camera niet op de maan te richten, maar eens om te draaien naar de aarde. Dat was de eerste keer dat we de aarde dus zagen vanuit de ruimte. Als zo'n grote blauwe toverbal. Ja, dat wordt ook uitgelegd inmiddels als dat was het begin van een enorme bewustzijnsshift. Ja. Maar goed, dat was dan een hele grote blauwe bal. Maar ik was vorig jaar in Toscane, in Pisa, in een museum. En dat was een tentoonstelling over het universum. En hoewel ik natuurlijk wel weet dat al die verschillende groten er zijn, zag ik toen voor het eerst de afmetingen van de verschillende planeten in ons zonnestelsel ten opzichte van elkaar. En dat je dan ziet dat de aarde zo'n klein ertje is in verhouding tot Saturnus en Jupiter en zo. En dat op dat kleine ertje al die drama's en avonturen zich afspelen. Die we allemaal stuk voor stuk zo verschrikkelijk belangrijk vinden, omdat het ons leven is. Het is allemaal goden in ons gedachten en leven we misschien per ongeluk in het paradijs zonder we dat weten. Ja. En dan ook, we hebben vanmiddag wat foto's van die graancirkels en die formaties gezien die dan in het koren verschijnen. Zo gigantisch, zo groot en van een schoonheid waar ik dan spontaan van in ontroering schiet. Voor mij zijn dat gewoon even zoveel handreikingen om ons eraan te herinneren dat er andere dimensies zijn en dat er andere gradaties van intelligentie zijn. En ik denk dat een van de redenen waarom de meeste mensen daar zo moeite mee hebben met dat idee dat vanuit een andere dimensie komt, ermee te maken heeft dat we heel graag in de illusie willen leven dat wij de hoogste vorm van leven zijn. Pas de film Contact ook nog gezien. Ja. Ken je die ook? Het zou kunnen. Ja, wacht even. Met Jodie Foster, ja, in de hoofdrol. Ja. En dan vangen ze signalen op uit de ruimte. Ja, van Vega. Ja. Ja, en dan gaat ze daarheen. Ja, maar dan zien wij alleen die capsule zo in het water vallen. Ja, en ze kan niet bewijzen omdat er dus een storing was. En dus al haar ingesproken boodschappen niet zijn geregistreerd. Kon ze niet bewijzen dat ze weg is geweest. Maar dan zegt aan het eind van de film, zegt zo'n CIA-achtige mevrouw, mm-hmm, maar het is wel gek dat die storing, ja, wel 18 uur ruis bevat. 18 uur ruis? En zij was 18 uur weg geweest. Het stukje heb ik gemist, want ik had hem opgenomen, maar de film duurde langer dan de opname. Oké, nou dan weet je plot uiteindelijk. De mens ziet haar in die capsule naar beneden vallen. Ja. Dat is dus een kwestie van seconden. En zij denkt dat ze 18 uur weg geweest is. Ja. En er staat 18 uur ruis op de band. Oh, kijk. Prachtig bedacht. Ja, maar dat is wel weer bedacht. Ik vond het erg leuk zoals ze die rol speelde. Van sceptische wetenschapper. Met een vriend die dan wel open staat voor het wonder of het ongediene. Ze wordt wel gelovig door die film. Ja. Dat is ook aan het eind. Ja. Ja. Ben je gelovig opgevoed of nog? Of geloof je in wat dan ook? Nee, ik ben niet gelovig opgevoed. Mijn moeder die zei, ik weet niet of er een God is, maar je mag het voor jezelf uitzoeken. En weet je nu, heb je dat uitgezocht inmiddels? Ik weet nog dat ik een tijd lang heel erg jaloers was op mensen die echt geloofden. Hè? Die dus ergens in konden geloven, die in de Heer of iets dergelijks. Ik kon dat niet. En ja, ik weet niet waar dat is begonnen, maar ik denk toch in 1991, toen ik in mijn eerste avatar training zat en we dus de bronlijst deden, dat je dus affirmaties doet. En een van die affirmaties was, ik ben bron. Toen viel er ineens een kwartje. Het is te vergelijken met een van de dingen van de uitspraak in de Course in Miracles. Beginnen ze dus met this mobile phone doesn't mean anything. And this glass doesn't mean anything. This box doesn't mean anything.
Dan denk je, waar gaat dat heen? Hè? En dan kom je bij de volgende les. En dan is dus de zin voor de dag. I have given everything I see all the meaning that it has for me. En toen, ja, dat zijn dan van die kliks die je dan maakt, dat je ineens beseft dat wij allemaal dat zijn. Wij zijn de schepping en we zijn tegelijkertijd de schepper. Wij creëren met onze interpretatie, creëren wij de realiteit die wij waarnemen. En als zodanig zijn wij dus als het ware scheppers met de ultieme intelligentie die ons draaiende houdt. Want zonder die intelligentie die ons leven geeft, die ons adem geeft, zijn we er eigenlijk niet. Kunnen we nog geen pink verroeren, weet je? Kunnen we nog geen gedachten hebben. Is er zo'n intelligentie, denk je, die dat doet? Of is dat iets wat... Ja, is er zo'n intelligentie? Is het leven zelf wij zijn dat. Zo? Wij zijn die intelligentie. Of we zijn daar dus afsplitsingen van. Dat is juist die grappige paradox. Dus het is niet iets buiten ons. Het is voortdurend in ons. Wij zijn daarin. Ik heb soms, als ik adem, heb ik ineens zo'n shift. Dat ik dus me realiseer, dat ik dus dan mezelf voel, niet als jojo in dit lichaam, hè, die ademt, maar dat ik die adem ben. Die dus door dit lichaam ingezogen wordt en weer uitgeblazen wordt. Of die zich in dit lichaam duwt, weer uitgeduwd wordt. En als ik me daarin verplaats, in die adem, dan ben ik tegelijkertijd dus ook die adem die door alle wezens wordt ingeademd en weer uitgeademd. Je hebt ongetwijfeld al een ademteug ingeademd die Jezus heeft ingeademd, ja. Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Kan haast niet anders. Dus zijn wij dit lichaam? Ja, we identificeren ons, we moeten ons identificeren met dit lichaam om de wereld of het leven vanuit een bepaald perspectief te zien. En van daaruit dus avonturen te beleven die we weer kunnen toevoegen aan het grote geheel. Maar we zijn het natuurlijk niet. Ik bedoel, alles wat je kunt zien, kun je niet zijn. Dat is heel simpel. Ik kan mijn lichaam zien. Dus, omdat ik het kan zien, ben ik het niet. Je kunt het ook voelen. Ik kan mijn gevoelens zien en voelen. Ik kan ook naar mijn gevoelens kijken. Dus alles waar je naar kunt kijken, dat kun je niet zijn. Ik zie dat ik nu boos ben, of ik zie dat ik nu onzeker ben, ik zie dat ik nu kwaad word. Wie is dan die ik? Of ben ik die kwaadheid? Dus aan de ene kant kunnen we alleen maar het leven beleven door ons te identificeren met die gevoelens en met dat lichaam en met die gedachten. Want gedachten, als je goed oplet, kun je ook je eigen gedachten zien. Je kunt waarnemen dat je dit nu zit te denken, of dat je dat idee hebt, of dat idee nu opkomt. Dus je gedachten kun je ook niet zijn. Nou, blijft er niet zoveel over, hè? Nou ja, wel datgene wat zich daar allemaal van bewust is, wat dat allemaal ziet. Het bewustzijn. Ja. Maar ja, het woord bewustzijn is ook weer een object. Want dat kun je opschrijven en daar kun je een idee aan plakken en een interpretatie over hebben. En dat is dan bewustzijn. Maar dat wat we dan zijn, wat dat dan weer kan zien, dat zit net achter die projector. Dat zit net achter die... De ziel. Dat zit achter de concepten. Of ook niet. Ook niet de ziel is ook een concept. En de een zegt de ziel die zit daar, zo buiten je hoofd. Zo. En de ander zegt de ziel zit bij je navel. Het zijn allemaal leuke ideeën. Maar het blijft gewoon zo dat alles wat je dus een naam geeft, benoemt, blijft object van onze waarneming. En zelfs dus het woord de waarnemer is ook weer een concept. Dus in feite, datgene wat we zijn, is achter de concepten, is dus eigenlijk niet te benoemen. Is ook niet te vangen. En is eigenlijk ook niet dood te krijgen. Is het ook niet dood te krijgen, nee. Dus in die zin, als we ons dat realiseren, dan zijn wij dus eeuwig. Maar dan niet in de zin van dat we dit lichaam meenemen naar de andere kant. Ja, dat we deze eigenschappen meenemen naar de andere kant.
Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan zo zijn, maar ik weet het niet. Maar het kan ook helemaal zo zijn dat allemaal ook verdwijnt met ons, met de dood van het lichaam. Dus de individualiteit, de persoonlijkheid. En stel dat er echt zoiets is als iets onvergankelijks wat toch weer een nieuw lichaam krijgt van tijd tot tijd. Mm-hmm. Nou, dat onvergankelijke waar we het over hebben, waar je het eigenlijk niet over kunt hebben omdat je het niet kunt benoemen. Dat is dus ook dat niet. Zeker, dat voortdurend vormen baart. Rotsen en sterrenstelsels en watervallen en miertjes en microben en terroristen en contraterroristen en politici en noem maar op. Dat gaat voortdurend door. Het lijkt alsof, als we het dan dus die ultieme intelligentie noemen, die levenskracht, dat die een onverzadigbare nieuwsgierigheid heeft naar zichzelf en dat hij zichzelf al zich uitstortend in verschillende vormen, zichzelf al belevend en vanuit verschillende perspectieven kijkend naar al wat is, leert kennen, steeds meer leert kennen, steeds meer aspecten van zichzelf leert kennen. Eén kracht als een soort inktvis met ontelbare armpjes. Ja, 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 ja. Wat de taal ook zegt, hè? Het ene en het vele. Het is een ongelooflijke fragmentatie in de meest creatieve en ludieke en onvoorstelbare levensvormen. Waar wij als geïdentificeerd persoontje ook deel aan hebben. En in mee mogen spelen. En af en toe contact mee kunnen maken. Ja. En ja, ik heb ook zoiets van, kijk, er zijn dan mensen van, ja, je moet dan dus steeds realiseren dat je niet het lichaam bent, dat je niet je gevoelens bent en dat je niet je gedachten bent en dat je dat andere bent daarachter. Maar dat is ook heel saai. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen dat de planeet Aarde een soort bioscoop is. Je koopt een bioscoopkaartje en dan stap je in die film of in dat toneelstuk. En je wilt dan ook die film zodanig beleven alsof het echt is. Je gaat ook niet in een bioscoop zitten en de hele tijd denken, het is maar een doek, het zijn maar beelden, het is niet echt, weet je wel. Daar koop je geen kaartje voor. Je wilt je helemaal verliezen in dat verhaal. En zo verliezen wij ons ook in ons persoonlijke leven. Ik had eens een keer een ervaring en ik voelde me een planeet. Ik was planeet. Mm-hmm. En dat was een heel traag bewustzijn. Het was wel, maar het was heel traag. En op een gegeven moment was het iets van, kom, heb je weer zin om te spelen? En toen mocht ik weer een leven op de aarde gaan leiden. Ja, precies. Godfried Bouwman zei dat, heeft over dat gedichtje gemaakt. Van, nou, God zat zich achter het vensterglas ontiegelijk te vervelen. Ik wou dat ik twee hondjes was, dan kon ik samen spelen. Ja, ja. Dus hij heeft twee hondjes en 200.000 miljard mensjes en dingen die allemaal met elkaar kunnen spelen. En toen was jij de politieagent en ik was de dief. En nu ben ik dus een Syrische rebel en ik ben Assad en gaan we lekker elkaar doodmaken. En, ja, maar ook al die lichamen die komen en gaan en die op de meest wonderlijke manieren ook weer aan hun eind komen. Door geweld of door ziektes of door kanker of weet ik wat allemaal. Je kunt ook zeggen, het is allemaal speelgoed. Het is allemaal speelgoed. Durf jij met zekerheid te zeggen dat je niet bang voor de dood bent? Nee, dat durf ik niet alleen met zekerheid niet te zeggen. Ik ben soms bang voor de dood. Dus ik heb ook momenten waarop ik zodanig geïdentificeerd ben met het lichaam. Dat ik denk, ik ben nog dood, weet je wel. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, ik ben nog niet klaar, ik wil nog dit, ik wil dat. En ik denk dat een van de beste manieren om je angst voor de dood kwijt te raken, is gewoon om je steeds af te vragen, doe ik datgene wat ik het liefste doe?
Heel veel mensen doen dus niet datgene wat ze het liefste doen. Die stellen dat uit, zo van ja, maar ik moet eerst nog zus en dan moet ik eerst nog zo en dan moet ik eerst nog dat diploma halen en of ik moet eerst nog zorgen dat, dat mijn partner anders wordt en als die eenmaal anders is geworden dan, weet je wel, het geluk of de bevrediging of de voldoening wordt steeds als het ware voor ons uitgeschoven. En dan op een gegeven moment dan krijg je te horen dat je kanker hebt en dat je binnenkort doodgaat. En dan denk je, maar ik heb nog niet gedaan wat ik wou, weet je, dat. En dan, ik denk dat dan, dat je dan dus in dat verzet komt van, ik wil nog niet dood. Of ik, ik denk dat als je echt je leven volledig leeft en gewoon steeds herijkt en kijkt of je datgene doet waarvan je voelt dat je dat moet doen. Dat je het leven dan ook aan het eind met een zucht van voldoening kunt loslaten. En dat het dan een prachtig gebeuren is. Een thuiskomen na een lange, boeiende reis die je hebt gemaakt. En mag waarvan je even mag gaan uitrusten. Hè? En dan mag de as in die kerk bij jou prachtig zijn. Ik wil niet in een kerk, in een urn. Nee, wat wil je dan? Ik weet nog niet of ik door de wormen opgegeten wil worden of verbrand wil worden. Dus daar ben ik nog een beetje over aan het dubben. In feite maakt het natuurlijk ook niet uit. Maar ik denk dat als ik me laat verbranden, dat ik dan graag wil dat mijn as uitgestrooid wordt ergens in Samos, in zo'n blauwe zee. Met een prachtig punt waar die zee echt kolkt tegen de rotsen aan. En dan, dus... Ik heb aan mijn vrienden gezegd, nou, als ik kies voor crematie, dan moeten jullie me daar maar uitstrooien. Moeten ze helemaal naar Samos gooien? Ja, moeten ze er een vakantietje in Samos aan vastknopen. Dat is toch leuk? Dan heb je een leuke dag voor ze dan. Ja. Dat is een goed idee. Ja, want dan zie je meteen wie je vrienden zijn. Nou ja, goed als je er dan nog bent, hè. Ja, dan laat je een beetje erfenis achter voor het ticket of zo. Ja? Dan laat je een beetje erfenis achter voor het ticket. Ja. Grappig, ja. Goh, ik vind het eigenlijk wel mooi zo. Ik ook. Dankjewel. Het een en ander doorgezaagd over de dood. En ja, ik denk dat hoe meer je bewust bent van je vergankelijkheid, van het feit dat dit gewoon maar even duurt, des te intenser leef je. Dat je echt het gevoel hebt van nu, moet ik nu uithalen wat erin zit, nu. En daarom dus ook gewoon steeds, ja... Datgene doen wat je het leukste vindt. Maar je elke dag alsof het je laatste is, dat? Ja. Of je eerste. Ja. Dankjewel. Dank je, lieve.